elimination race in the Omnium Man Elite competition. You hurt him quite enough so far. Ready and good luck, riders, in this elimination. It's the penultimate leg in the Omnium competition for Man Elite. Number 72, Spencer Zingerbroeg, eliminated.
Number 17, Nicola Pietrula, eliminated. Number 71, John Kroom, eliminated. Number 60, Wojciech Szolarski, eliminated. Number 70, Daniel Breuer, eliminated. Number 62, Joshua van Wijk, eliminated. Number 38, Davide Plebani, eliminated. Number 50, eliminated, Vincent Hoppenzak. Number 41, Eiya Hashimoto, eliminated. Number 23, Jack Bruff, eliminated. Number 52,
Philipp Heine eliminated. And a crash. And the race is stopped. Valpartij. De wedstrijd wordt stilgelegd. Tot nu toe zijn 11 renners en een waarschuwing wordt gegeven aan Philipp Heine voor gevaarlijk rijden tijdens de wedstrijd. A warning has been given to Philipp Heine, who is already eliminated for dangerous riding during the race. Stop it. Riders, you have to stop here. Stop now, please. Don't you know the meaning of the red flag, guys?
En een aanmoedigingsapplaus voor onze Griekse renner die de wedstrijd moet verlaten en door de hulpdiensten wordt afgevoerd. En we bevestigen de waarschuwing gegeven aan Jori Havik voor gevaarlijk fietsen tijdens de wedstrijd. Warning has been given to the number 51 for dangerous riding during the race. Here is the restart. For the 13 riders left in competition, but it's only a few riders less because we had some riders who had to abandon after the crash had occurred. So we want the riders to gather and then the start will be given again. Also, Christoph Volikakis had to leave the competition. Number 92, Mel van der Vekens, eliminated. Number 24, William Parrott, eliminated. Number 13, Matthias Guillemet, eliminated. And Jan-Willem van Schip is er vandoor gegaan. Attack of the number 49. Number 32, Jack Bernard Murphy.
Number 5, Fabio van den Bossen, eliminated. Number 51, Yuri Havik, eliminated. Number 40, Shunsuke Imamura, eliminated. Number 74, Gavin Hoover, eliminated. And we're riding for the top 3 now. Number 39, Kazushige Kubuki, eliminated. En een eindspurt komt er niet, dames en heren, dat is duidelijk. Met de overwinning van Jan-Willem van Schip, die ruim tijdig een snedige aanval heeft geplaatst om zich uiteindelijk van de zege in deze afvalling bij de mannen Elite Omnium heeft toegeëigend.